Thema duurzame melkveehouderij wordt mogelijk gemaakt door Yara. Bespaar via hoogwaardig ruwvoer met behulp van hoogwaardige meststoffen en tools. Nieuwe Oogst besteedt in de krant van zaterdag speciale aandacht aan duurzame melkveehouderij. 6 melkveehouders vertellen hoe belangrijk dit voor hen is. Een van de melkveehouders is Leen Groeneveld uit Tolbert. Hij houdt 88 koeien en 58 stuks jongvee op 66 hectare grond. Groeneveld kiest bewust voor oudere koeien. Ja, misschien mede doordat je ze een goede opstart geeft en het kritische moment rondom afkalven, dat een goed koe hebt die veel weerstand hebt op dat moment. En dan ze dat makkelijk op kunnen vangen, dan we daar minder moeilijkheden mee hebben. Anderhalf jaar geleden werd een van de koeien van Groeneveld met 23 jaar gehuldigd als oudste melkgevende koe van Nederland. Die koe is van het bedrijf verdwenen. Groeneveld had 9 koeien die de mijlpaal van 100.000 liter melk bereikten. We staan hier in een potstal. We hebben hier de droge koeien in. De droge koeien hebben we hier in om er goed voor te bereiden op de nieuwe lactatie die ze krijgen. Rondom het kalven en de eerste 60 dagen zijn een kritisch moment voor koeien. Dan ze snel wat hebben en dan heb je ook snel eerder gedwongen afvoer. Daarom is het belangrijk dat die koeien goed op kunnen starten en dan ze goed uitgerust zijn voordat ze kalven. Verder vindt Groeneveld de voeding een belangrijk aandachtspunt en dan vooral de voeding tijdens de droogstand. We hebben hier het voerbeet voor wat ik geef aan de droge koeien. Ik vind het belangrijk voor de droge koeien dat ze voldoende opnemen, structuurrijk en niet qua voeding rijk. Dus we doen er een transoen in. Een beetje het transoen wat de melkkoeien krijgen. Dat is maar een kilo droge stof aan mais en kuil. En de rest vullen we aan met vogeltjeslandhooi. Dat echt grof is en waar veel structuur in zit. Verder vullen we dit transoen aan met op maat gemaakte mineralen, zodat dat ook goed op orde is. We hebben dit rantsoen zo gekozen dat we zien dat de koeien niet vervetten in de droogstand en toch voldoende pensvulling hebben. En dat lukt hier ook redelijk en als ze dan gekalfd hebben, dan brengen we ze gelijk naar de stal en dan krijgen ze wel een lekkerder rantsoen. Terwijl ze er eigenlijk dan helemaal vol eten. En dat is ook de bedoeling ervan. Volgens Groeneveld hebben oudere koeien meer rendement dan vaarsen. En kan het per lactatie wel 3000 liter schelen. De melkgif bij oudere koeien die is dan al gauw 3000 liter meer per jaar. Dus dan komt er bijna op neer dat het toch wel bijna 8 liter per dag is. En dat doen ze eigenlijk met dezelfde voerkosten. Dus daarom zijn oudere koeien best interessant om die te hebben. We gaan niet echt de vaarzen op topproductie proberen te krijgen, want dan weten we dat ze eerder afgebrand zijn en dan kunnen ze de eigen als jeugdgroei ook niet goed ontwikkelen voor verder naar oudere koe. Dus we streven meer naar een normale productie en die meerdere liters die geven ze dan als oudere koe wel en dat lijkt ons gezonder. Karakter is ook een belangrijk punt. Koeien moeten bij tegenslag het vermogen hebben om er weer bovenop te komen. Ik mag liever met oudere koeien omgaan dan met jongeren. Dat is dan eerst al een tik die je hebt. Maar de opfokkosten die zijn ook veel lager per liter melk. En per liter melk bij een oudere koe, dan zijn de krachtvoerkosten lager. En in de toekomst zal dat best een belangrijke rol gaan spelen, ook met de fosfaatrechten, dat je veel meer melk kan halen per kilogram fosfaat.